Ik vind het nou echt gezellig dat we een keer met kerst buiten de deur eten. Ja, maar dat heb je ook wel verdiend. Hè? Je hebt je vorige week zo uitgesloofd met dat dinertje bij ons thuis. Oh, dat heb ik met plezier gedaan. En het waren bovendien belangrijke relaties van jou. Dus... Ja, en dat zijn het gelukkig nog steeds. Dankzij die voortreffelijke kookkunst van jou. Ja. Die Jack heeft mij trouwens het adres van dit restaurant gegeven. Ja, wat leuk hè. Videorestaurant. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik moet zeggen, het ziet er heel gezellig uit. Ja, leuk. Hè? Ik zal de ober even roepen. Ober! Ja. Ja, daar ben ik al. Goedenavond. Welkom in ons videorestaurant. Maar bent u er niet zelf? Nee, ik ben er niet zelf. U ziet het, hè? Via de televisie, hè? Dit is een videorestaurant. Het is uniek in Nederland, kan ik zeggen. Het eerste restaurant wat geheel op een gesloten televisiecircuit is aangesloten. Wat grappig, hè? Ja, origineel. Maar kunnen wij ook iets bestellen? Kunnen wij iets bestellen? Kijk eens in de kaart, hè? Uitgebreide keuze, dacht ik zo, hè? Oh, kijk nou, wat leuk. Leuk, hè? Oh, ze hebben de gerechten ook aan de televisie aangepast. Ja. Ja. Ober, wat is bijvoorbeeld een André van Duin soep? Oh, dat is hele dunne soep, mevrouw. Dat is heel dun, wel met balletjes voor me. Oh. En vissoep à la Angela Groothuizen. Uitdaging, meneer. Is absoluut een uitdaging. Kan ik u aanbevelen? Heelig allemaal. Ja. En een rondbrandsteder chasliek? Dat is een hele lange spies met diverse stukjes vlees. En overgoten met bruidsuikertjes. Hè. En steek Tineke de Nooi. Steek die, dat is een homp. Zo'n hond, vet vlees, het vet druipt eraf, kan ik wel zeggen hoor. Overgoten met een pikant sausje natuurlijk. Hè. Maar wilt u niet wild eten of wilt u het beschaafd houden? Nou, wild met kerst lijkt me een uitstekend idee. Ja, dat ik ook, hè? Ja. Schat, wat denk je van, ik zag het net staan, canard à l'orange. Pardon? Canard à l'orange. Wat zegt die buitenland? Canard à l'orange. Ik nooit van gehoord. Oh, eet met sinaasappel. Wij zeggen altijd gewoon eet met sinaasappel, zeggen we in de keuken. Kan ik u niet aanbevelen. Weet u waar bij de eend die sinaasappel naar binnen gaat? Ik heb het zelf een keer geprobeerd met een mandarijntje. Kwam er helemaal emoties weer uit en helemaal verschilt natuurlijk. Maar ik heb persoonlijk liever een banaan, hoor. Maar ik kan niet, zou ik niet doen. En wat zegt u van een kerst... kalkoen. Oh, ja, dat is wel heel toepasselijk met kerst. Nou, dat is een goed idee. Doet u dan maar 2 maal kalkoen en een flesje rode huiswijn erbij. Dan doen we dat toch? Heel graag. 2 maal opgeblazen kip en een aangelengde kast in. Dat is wel een typje, hè? Ik ben wel benieuwd. Nou, anders ik wel. Zeg, weet jij nog dat jij een paar jaar geleden met kerst ook een kalkoen hebt gemaakt? Oh, hou op of ik dat nog weet. Oh, weet je nog, ik had dat beest in een pan met water gezet. Iets te scheutig geweest met een cognac. Vlam in de pan, beest dwars door het plafond. Daar heb ik geen hand van geproefd. Nee, maar de buren hebben mee gesmeurd. Daar is hij al, de kerstkalkoen. Hoe ziet hij eruit? Nou, hij ziet er lekker uit, ja. Ober, ja, maar hoe kunnen we dit nou eten? Ja, we kunnen die kalkoen toch niet van het scherm plukken? Nou, dat is toch heel simpel. U doet gewoon zo. Nou ja. Dat is een toppunt. Oh, dit accepteer ik niet, hoor. Dit is geen stijl. Nee. Ober, we gaan hier onmiddellijk weg. Belt u alsjeblieft even een taxi. Een taxi? Wat u wil. Iemand taxi! Nou ja, maak je nou maar niet kwaad. Het is kerst. Nee, je hebt gelijk. Dat moet ik ook niet doen. Ik weet hier vlakbij nog een leuk bistrootje. Dan gaan we daar wel naartoe. Hoe gezellig. Als die taxi er even op wil schieten. Goeie al hoor, hou maar dit taxi. Hou maar dit toe, de billen.